Vandaag zijn we weer terug op mijn Survival Island. In de vorige aflevering heb ik ingebroken op de survival wereld en heb ik een paar spulletjes geleend van mijn buren Mick, Jesse en Giel. En vandaag gaan we beginnen aan de uitbreiding van mijn eiland. En misschien kunnen we de buren nog wel een beetje trollen. Ik zou het ook super tof vinden als we de 1500 likes kunnen halen op deze aflevering. Want de vorige aflevering hebben jullie namelijk de like-knop totaal en totaal vermorzeld. En ik wil deze mensen bedanken voor het abonneren. Wil je nou de volgende keer ook een shout-out en wil je mij helpen bouwen in mijn wereld? Abonneer dan heel erg snel en wie weet krijg je wel een shout-out en mag jij mij helpen bouwen in mijn wereld. Oké, lieve mensen, ik word nu net wakker op mijn eiland en Johnny de Schaap is bij me. En wat is dit nou weer dan? Een bordje? Je gaat toch niet nu al zeggen dat mensen mij nu al hebben ontdekt, hè? Dat kan gewoon niet. Wat doe jij hier? Wie is dit? Hoe kan iemand mij nou nu al in de tweede aflevering ontdekt hebben? In ieder geval, Johnny is veilig. Dat vind ik het belangrijkste, want ik wil nog steeds gewoon groene wol hebben. Maar we moeten nog steeds wel een hok gaan bouwen voor de koe die we beneden hebben. En natuurlijk Johnny het schaap. Maar dit vind ik wel een beetje apart. Wat doe jij hier? Ik ben eigenlijk best wel benieuwd wie dat is. Laten we maar kijken, want het is al gauw donker. En ik wil nog heel erg veel doen deze aflevering. Hallo? Hij heeft nog meer bordjes achtergelaten. Wie ben jij? Nou ja, ik ben Santi. Hallo iedereen. Hij vraagt mij, wie ben jij? Hoe kom jij in de server? Nou, lieve mensen, ik heb een hele mooie portal gevonden. Daardoor ben ik ingebroken in principe. Het is niet heel erg moeilijk. Het is niet heel moeilijk, bordje. Kom op. Maar hoe kom je dus in deze server? Ik ben eigenlijk best wel benieuwd wie dit allemaal is. In ieder geval, ik ga even mijn deurtje dicht doen voordat Johnny het schaap gaat ontsnappen. En dat willen we natuurlijk niet, want we moeten nog steeds een hok bouwen, zoals ik al zei. Dus ik doe lekker het deurtje dicht en we gaan gewoon even kijken wat we allemaal moeten gaan doen. En er is gewoon hier nog een bordje. Dat is Jesse die me deze bordjes heeft achtergelaten. Jesse weet gewoon al dat wij in deze wereld zitten. Hoe dan? Geef mij Jesse dus 3 diamonds, anders ben ik je meteen. Jongens, dit is foute boel, want we zijn nog ineens begonnen. Ik heb nog ineens een iron pickaxe. Laat staan dat ik diamanten heb om Jesse te betalen. Ik denk dat dit prioriteit nummer 1 heeft op mijn lijst vandaag. Dus wat wij gaan doen is, wij gaan gewoon eventjes straks de 7 zeeën bevaren. Oftewel, we gaan gewoon lekker varen. En we gaan kijken of wij schatten kunnen gaan vinden waar hopelijk diamanten in zitten. Alleen, ik ga wel even wachten, want het is nu nog donker. En dan kan ik helemaal niks zien wat er onder water is. Waar ik wel heel erg blij mee ben, is dat onze bomen zijn gegroeid. En ik heb intussen ook achter de schermen cactussen gevonden. Dus ik heb heel erg veel cactussen geplant. En het regent ook nog eens. Wat een pech hebben wij allemaal. Maar goed, ik kan tenminste weer een beetje hout hakken. Wat natuurlijk goed nieuws is. Want we moeten ons huisje straks upgraden. En laat ik dat nou net later in de aflevering laten doen door een abonnee. Dus als jij wat voor mij wilt bouwen volgende keer, abonneer dan nu op mijn kanaal. En het stormt zelfs, jongens. We hebben ook wel echt vandaag de dag uitgekozen om weer wat te gaan doen aan ons eiland. Oh nee. Enfin, we kunnen tenminste wel wat hout hakken. Waar ik natuurlijk super blij mee ben. Want we hebben een klein houttekort. We gaan ook die cactus weer gebruiken. Om green dye te maken. Want ik heb namelijk een paar leuke verrassingen in petto voor onze buren. En dat we meer hout kunnen gaan hakken. Zo, hier gaat 1 sapling. Dan ga ik hier weer 1 sapling plaatsen. En dan zet ik er ook weer eentje hier neer. Dan hebben we er nog eentje over. Die kunnen we wel even ergens hier achterin zetten, denk ik. Ik heb gewoon bijna geen ruimte meer voor mijn saplings. Oh jongens, we moeten echt zo snel mogelijk gaan uitbreiden. Nou, op dit moment kunnen we nog niet heel erg veel doen. Dus ik ga lekker naar binnen in mijn huisje waar het lekker warm is. En ik ga lekker in mijn warme bedje liggen. En wachten totdat het weer dag is. Dus ik zie jullie zo. En dan gaan we op avontuur op zee. Oké, jongens, daar zijn we weer. Het is gelukkig gestopt met regenen. Het is weer lekker prachtig daglicht. En zoals ik al zei, gaan wij lekker even de 7 zeeën bevaren. En hopelijk kunnen wij ergens een schat vinden. Want we hebben die diamond zo snel als mogelijk nodig. Ik ga nog niet naar de watertempel wat naast ons ligt. Want daar ben ik simpelweg gewoon nog niet sterk genoeg voor. Maar ik ben wel benieuwd of wij een schipwrak kunnen vinden. Want die zijn wel te vinden in deze wereld. En tot nu toe zoek ik nog niet heel erg veel. Maar ik zie daar wel wat beneden schijnen. Ik wist niet dat je daar ook kleine tempeltjes voor had. Nou, gaan we maar even heel snel hier naar beneden, want het ziet er naar uit dat hier wel wat gaande is. Dus ik stap even uit mijn bootje en ik ga eens even kijken of wat daar te vinden is. Maar we moeten wel snel zijn, want ik heb niet zoveel lucht. Ik heb wel een deur bij me, die we op hoogste nood kunnen gaan gebruiken. En ik heb hem waarschijnlijk nodig, dus ik ga hier heel snel een deurtje plaatsen voor wat lucht. Snel, snel, snel! Oh, we hebben het gehaald, gelukkig. Enfin, even kijken. We hebben weer wat lucht, dus ik ga eventjes weer wat verder zoeken. Kijken en hopen dat hier een kistje zit. En kijk nou, we hebben een kistje. Sure, jongens. Wat zit hier? We hebben zelfs TNT. Oeh, dit is leuk om mee te nemen. Ik neem het TNT heel snel mee. Ik neem de weed heel snel mee. En ik neem de empty map en alles eigenlijk zo wat mee. Om weer een deurtje te plaatsen. Want ik moet snel lucht hebben. Oeh, dat scheelde weer weinig. Eens even kijken. Maar volgens mij is hier verder helemaal niks meer. Dus ik ga gewoon weer lekker naar boven. En ik ga kijken wat we nog meer hebben. Want ik zag niet helemaal goed wat onze buit was. Eens even kijken. We gaan weer veilig in mijn bootje. En ik zie dat wij tenminste 1 diamant hebben. Dat is goed nieuws. Want dan kunnen we Jesse hopelijk zo snel mogelijk betalen. Anders
anders gaat hij ons bannen. En dat willen we niet, want we zitten er net pas op. Maar dit is wel goed nieuws, want het is gelukkig dichtbij het eiland. Dus we kunnen ook meteen terug een paar broodjes maken. Daarna ga ik een paar pickaxes maken. Ik heb nog een pickaxe. Maar daarna ga ik minen voor een paar diamonds, want het is wel echt nodig. En het is goed dat we TNT hebben gevonden, want daarmee kunnen we hele leuke dingetjes doen. En als ik iemand zou moeten trollen met de TNT, laat ook eventjes achter in de reacties wie ik zou moeten trollen met de TNT. Oké, we zijn weer terug op het eiland. Eens eventjes kijken. We hebben nog een pickaxe. Weet je wat? Ik ga gewoon een duik nemen en hopen dat ik wat vind. Dus we gaan gewoon lekker naar beneden en we gaan gewoon de gok nemen om zo snel mogelijk naar beneden te gaan, want ons lucht raakt heel snel op. Ik ga hier even lekker een deurtje plaatsen zodat ik altijd lucht kan happen. En ik zie al meteen kool. Dus dit is heel erg goed nieuws, want kool hebben we ook nodig voor de furnaces. Ik ga intussen wel eventjes nog wat steen erbij hakken, want steen is altijd welkom om te hebben natuurlijk. Ook al zweeft het nu naar boven, wat natuurlijk niet heel erg slim is. Oké, ik ga even een tactiek toepassen. Ik ga even de deur hier zo hakken. Die neem ik eventjes mee naar het kool toe, waardoor wij kool sneller kunnen gaan hakken. Zo, dat nemen we allemaal lekker mee. We hoeven niet al te veel kool, want het zweeft toch allemaal naar boven. Dus ja, we pakken het niet eens op. Maar laten we hopen dat we tijdens deze coal mining ook iron vinden. Zo, hop en hop. Dat is gehakt. En als ik goed naar achteren keek, zag ik daar iron. Nou, dit is al helemaal super. Want dan kunnen we meteen iron tools maken. Dan gaan we onszelf even verplaatsen naar het iron toe. Hoppa. En dan gaan we even de iron... En dan gaan we even het iron hakken. En dan gaan we zo omsmelten. En hopelijk vinden we ook dan meteen dichtbij diamonds. Zo, ik heb voor nu eventjes wel genoeg aan 6 iron. We kunnen later natuurlijk altijd meer gaan hakken. Maar het is even belangrijk en essentieel dat ik een iron pickaxe ga maken. Voor het geval we natuurlijk diamonds vinden. Ik wou een furnace maken, maar ik heb niet genoeg steen. Santi, wat ben je nou allemaal aan het doen? Zo, hoppa. Dan gaan we meteen even de furnace maken. Hoppa, die is er ook weer gezellig bij. En die gaan we eventjes hier neerzetten. En zoals ik al zei aan het begin van deze video, we gaan een abonnee later in deze video mijn huis omtoveren tot een wat mooier huis. Dus stay tuned. Zo, eens even kijken. We doen onze kool erin met onze iron erin. En dan is het eigenlijk gewoon maar een kwestie van wachten. Want we hebben natuurlijk nog een iron bar geleend van onze buurman Jesse. Dus we hoeven alleen maar te wachten totdat we er twee hebben. En dan kunnen wij een iron pickaxe maken. Ik zeg het wel heel episch, maar het is in principe best wel episch. Zo, er zijn er weer twee bij. Dan gaan we meteen even een iron pickaxe maken. Hoppakaas. Zo, hoppa. En dan gaan we meteen weer naar beneden om te kijken of wij diamonds kunnen gaan vinden. En we gaan gewoon meteen hier beginnen met minen. Ik hoop dat we misschien iets van een cave tegenkomen. En ik moet snel zijn, want mijn lucht is ook alweer bijna op. Schiet op, Santi. Oh, zet die deur neer. Niet doodgaan. Ho, 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 ho. Dat scheelt nog weinig ook. Oh mijn god, ik moet echt gaan uitkijken wat ik doe. Ik zie dus ook al dat ik dus bijna dood ben. Dus ik kan even best wel een appeltje gebruiken. Maar afijn, we hebben weer een beetje lucht. We gaan even kijken, want zo te zien is hier wel daadwerkelijk een soort met ons grotsysteem. Hoe mooi zou het zijn als we hier meteen diamonds kunnen gaan vinden, jongens. Hoe perfect zou dat zijn. Maar ik moet natuurlijk wel eraan herinnerd worden dat ik nog steeds lucht moet happen. Ik mag niet doodgaan. Oké, daar gaan we weer, mensen. Daar gaan we weer. Het is in ieder geval hier wel een grot. En het is best wel een grote grot. Hoe mooi zou het zijn als we een paar diamonds kunnen gaan vinden hier. Nou, aan de linkerkant zie ik helemaal niks, helaas. Oké, dit is wel jammer, want op welk niveau zitten we? We zitten in principe op het goede niveau. We zitten op niveau 11. Oh mijn god, wat zie ik daar? Ik zie gewoon letterlijk diamonds. Wat de hel? Oh mijn god, lijkt echt serieus, jongens. Ik had nooit verwacht dat we zo snel deze twee diamonds zouden gaan vinden. Hoe bizar is dit? Dit is echt... Het zijn er zelfs nog meer. Maar dit is mooi, want nou kan ik dus Jesse meteen afbetalen. En worden wij dus niet geband van de server. Dit is echt perfect. Dankjewel, Minecraft-goden. Oh mijn god, dit is heerlijk, jongens. Dit zijn er heel veel. Dit zijn maar liefst 8 diamanten in totaal. Oké, jongens, ik wil best wel verder gaan. Maar het is belangrijk dat we Jesse even gaan betalen. Dus we gaan terug naar boven. En dan gaan we naar Jesse toe. Met een kleine verrassing. En een kleine afbetaling. Zo, hoppatee. Ik ben weer boven op mijn eiland. Ik ga heel eventjes nog wat brood maken. Want ja, ik heb al bijna geen eten meer. En dat is wel belangrijk dat we natuurlijk gaan eten. Ik ga even een broodje choppen. En zoals ik al zei, neem ik een verrassing mee naar Jesse's eiland. En dat is groene verf. Want wat wij gaan doen is, we gaan hem niet alleen een betaling geven. We gaan hem namelijk... We gaan namelijk ook zijn twee schapen groen verven. Hoe perfect is dat? Intussen trouwens dat groen wordt, ga ik even een schaar maken, want ik ga namelijk ook groen wol meenemen en daar gaan we onze andere twee buren mee trollen. Oké, we hebben de twee groene dye, we hebben het in principe 3 groene dye, dus dat is helemaal mooi voor het geval dat ik misschien wel geel schaap ook groen wil maken. Zo, dat nemen we mee, we nemen onze diamanten mee en we gaan Jesse afbetalen. Maar voordat ik doe, ga ik dat nog even een paar kistjes maken, zodat ik hem een kistje kan geven die hij kan gaan gebruiken voor de diamonds. En we maken ook even een paar bordjes erbij, want hij moet natuurlijk wel weten waar zijn diamanten
te liggen. Dus dat hebben we. We gaan weer in ons bootje en we gaan richting Jesse zijn eiland. Oké, jongens, we zijn bij Jesse's eiland aangekomen en het ziet er al best wel mooi uit. Hij is al wel een stukje verder gekomen. En ik zie hier ook zijn schapen die hier rood zijn. Maar daar gaat heel snel verandering in komen. Want, mijn lieve schaapjes, jullie gaan een groene kleur worden. Alsjeblieft. En alsjeblieft, sorry Jesse, het moest. Maar ik geef je wel die 3 diamanten die je wilt hebben, zodat ik niet geband word. Dus alsjeblieft, 1, 2 en 3. Geniet er lekker van, jongen. Ik hoop dat ik hiermee mijn plek in de wereld heb afbetaald. Ik zet hier even een bordje neer met hier zijn je 3 diamanten. Geniet ervan. Zo, die zetten we hier neer voor Jesse voor de volgende keer als hij op zijn eiland is. En dan ziet hij natuurlijk ook de kleine verrassing die ik heb achtergelaten. Maar dat is nog niet alles, want ik ga zijn schapen even knippen, zodat wij meteen meer groene wol meenemen. En dat groene wol ga ik gebruiken om iets te doen met zijn vlag. Ik doe namelijk even een paar groene wol hiero en hiero. Dan weet hij dat we hier zijn geweest en dat we het echt wel menen met Team Groen, a.k.a. heerschappij in deze wereld. En als jullie nou ook voor Team Groen zijn, laat dan even achter onder hun laatste video's. Ik ga voor de zekerheid nog even een bordje hier neerzetten voor Jesse, zodat hij het niet kan missen. Met daarop de tekst hashtag Team Groen rules. Dus wij zijn de beste van deze wereld. Maar zoals ik al zei, ga ik dat niet alleen bij Jesse doen. Ik ga dat namelijk ook bij Giel en Mick doen. Dus we gaan eerst lekker naar het kasteel van Giel toe. En even kijken of wij ook hier wat ravage kunnen gaan aanbrengen. Ik ben nu al benieuwd hoe hun gaan reageren. Dus sorry Giel, daar gaat jouw enige schaap die jij hebt in de kleur groen. We gaan ook eventjes hier wat groene wol neerzetten op jouw vlag. Dan maken we hier nog even wat extra borden, zodat we die nog kunnen achterlaten bij jou en bij Mick. En ik zat zo te denken, in plaats van dat wij hashtag team groen kunnen doen, kunnen we ook nu hashtag team rood doen om ze misschien een beetje tegen elkaar op te zetten. Ja, jongens, dat gaan we doen. Wat ben ik toch ook een gemene jongen. Dus hier zet ik team rood neer en bij Mick ga ik zetten team paars. Terwijl het eigenlijk helemaal niet logisch is sinds het schaap groen is. Maar ik ben benieuwd of ze daar achter gaan komen. Enfin, hier hebben wij ons ding gedaan. En nou is het tijd om naar de laatste te gaan, namelijk meneer Mick. En dan moet ik zeggen, Mick is al best wel aardig op dreef. Hij heeft namelijk al een boot gemaakt. En ik ben heel erg benieuwd wat hij met die boot gaat doen. Eens even kijken, want volgens mij heb ik bij Mick helemaal geen schapen gezien. Behalve als het misschien hierboven is. Hij heeft nog steeds Henk de koe, maar nog steeds niet een schaap. Dus dat is wel een beetje jammer, maar in dat geval gaan wij zijn vlag wel even goed aanpakken met groen wol. Zo, we zijn bij zijn vlag. Ik ga hier groen doen en hier groen. En hier een klein beetje groen. Dat ziet er wel heel erg mooi uit. En daar ga ik ook neerzetten hashtag team paars rules. Nogmaals, het is zwaar onlogisch dat Giel dit zou doen sinds er groene wol op zijn vlag zit. Maar ik ben gewoon heel erg benieuwd of ze daarachter gaan komen. En ik ben heel erg benieuwd of ze daar slim genoeg voor zijn. Maar nu we onze diamanten hebben ingeleverd en onze buurmannen weer hebben getrold, is het tijd om mijn huis te laten verbouwen door een kijker. Dus ik ben benieuwd wat voor huis de kijker gaat bouwen. Oké, lieve mensen, intussen dat er een random abonnee mijn huis heeft geüpgrade, ben ik even over zee gevaren en ik ben heel erg benieuwd wat deze abonnee heeft gemaakt. Dus ik ben heel erg benieuwd. 3, 2, 1 en oh mijn god! Oh mijn god! Ons huis is echt super mooi geworden. Hij heeft de vlag ook verplaatst van hier zo naar boven op mijn huis. Het is niet echt helemaal meer geheimzinnig, maar ik hoop dat ze hem nog steeds niet kunnen zien. Maar oh mijn god, het is allemaal geüpgrade. Van binnen ziet het er ook helemaal perfect uit. Met een groen grasmatje, oftewel wat tapijt. En het is ook heel erg mooi geworden met al het groene glas wat erin zit. En als ik het goed zie, hebben Shorny en meneer Koe... Voor de koe moeten we nog een naam hebben. Maar hebben Shorny en de koe eindelijk een hok. Bro, dankjewel voor de upgrade aan mijn huis. En nogmaals jongens, als jullie ook op mijn eiland willen bouwen, hoeven jullie alleen maar te abonneren. En ik laat de volgende aflevering weer een random abonnee mijn eiland uitbreiden. Maar dan zit er nog één ding op en dat wou ik heel graag. Dat is namelijk een klein farmpje maken. Het hoeft niet per se meteen super uitgebreid. Maar het is wel belangrijk voor wat brood. Dus voor wat te eten. Dus ik ga eventjes heel snel binnen in mijn nieuwe huisje een hoe maken die we nodig hebben om te farmen. Even wat stokjes erbij. Hoppa. Die gaan we hier neer plaatsen en hier neer plaatsen. Dan hebben wij een stone hoe. En het enige wat ons ook nog rust te doen is een scheppie maken. Want ik heb wat meer dirt nodig om ons eiland uit te breiden. Zo, het scheppie heb ik. En ik moet dan helaas wel even gaan graven hier zo beneden. Maar ik hoop dat de abonnee dat niet heel erg vindt. Sorry jongen, ik moet er toch echt even in. Want we moeten dirt hebben. Heel veel dirt. Zo, ik denk dat 22 dirtblokjes wel genoeg zijn. Dus ik ga terug naar boven. En dan gaan we begin maken aan de farm. Zo, ik kan sowieso dit wel even weer dicht doen. Dan gaan we de farm denk ik gewoon heel erg simpel hier zo doen. In lijntjes. Dus 1, 2, 3, 4, 5 lang. Dan gaan we er ook nog eens eentje hier neer
Tinder te zetten. Zo, en dan ook nog eentje hier zo. Het is niet heel erg veel, maar het is in ieder geval een begin. En dan heb ik één zaadje, maar we hebben gelukkig hier al wat gras. Oh, dat moet ik natuurlijk niet doen. We hebben hier wat gras, dus ik hoop dat ik een paar zaadjes krijg van dat gras. Ik moet eventjes omlopen. Zo, dan hakken we ook even dit weg van de bomen. En dan hoop ik dat ik zaadjes krijg. En krijg ik zaadjes? Nee! We moeten denk ik volgende aflevering maar wat zaadjes gaan lenen van onze buurmannen. Zo, ik heb tenminste 2 zaadjes gevonden. Wat natuurlijk niet heel erg veel is. Maar de volgende keer nogmaals gaan wij wat meer zoeken. Want we hebben echt brood nodig en echt eten als we het hier willen overleven op onze survival island. Dus die plaats ik hier zo neer. Dan ga ik eventjes hier een dirtblokje, hier een dirtblokje en hier een dirtblokje neerzetten. Dan zetten we even een paar torches neer zodat het verlicht. En dan zijn we denk ik wel weer aan het einde gekomen van deze aflevering van onze survival island. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in en ik ben heel erg benieuwd wat wij nog meer gaan bouwen op ons eiland. En ik zou zeggen, kijk de volgende aflevering, want dan gaan we echt los.